Een zogenaamde belevingsvlucht moest duidelijk maken hoeveel lawaai de Westfriezen over zich heen krijgen als vliegveld Lelystad geopend wordt. Ja, hij draait. Hij zegt Sinterklaas, komt hij wel? 18 uur. Ja, hoor je. Op de dijk verzamelden belangstellenden zich om te zien en te horen wat ze nu echt te wachten staat als Lelystad geopend wordt. Wat een herrie. Dit was hem, hè? Ja. Dit gelijk viel mee, hè? Maar dit is een leeg toestel zonder bagage. Ja. Zonder gewicht. Dan legt Andijk goed hoor. Want eigenlijk is alles water. Ze moesten wel geduld hebben, want de testvlucht werd uren vertraagd. Dat het ongelooflijk onattent is dat het nu, hoe laat is het nu? 6:30? En dat we vanaf 4 uur hier staan. Dus dat is sowieso alweer heel erg slecht. Het geluid op zich met noordenwind valt reuze mee. Maar ik weet niet hoe het is als het regent of als het anders is. Dan weet ik het niet. Maar dit geluid viel mee. Heeft je dat een beetje gerustgesteld? Nee, het gaat natuurlijk niet alleen om het geluid. Het gaat ons heel erg om de laagvlieg. Dus de onveiligheid van het laagvliegen. En dat ze eerst het luchtruim moeten indelen en dan pas moeten vliegroutes maken. Daar gaat het ons heel erg om. Ik denk dat we blijven gezamenlijk zeggen, laagvliegroutes moeten niet. Het luchtruim moet eerst beter worden ingedeeld.